1-12-1-5-4. Met nog een kleine 2 minuten te gaan deze tijdtraining. En dan gaan we ook direct door met de volgende tijdtraining. Dus attentie deelnemers aan de BNR Cup Euro. Wilt u zich melden aan het Park Vermeen? Dus de volgende klasse mag zich gaan melden aan het Park Vermeen. Om te beginnen aan hun tijdtraining. Dus de BNR Cup Inters. BNR Cup Inters. Aan het Park Vermeen. Er zijn punten te winnen voor het kampioenschap en er zijn geldprijzen te winnen. Oftewel, motorsport is al duur genoeg, hier kun je wat terugverdienen. We gaan hier aan de start zometeen met meer dan 30 deelnemers. Deelnemers die allemaal de beste team uit hun klasse zijn. Dat betekent dat de snelheid even zo hoog is, oftewel de snelheid hoort bij de beste team. Met de Supermoto-commissie de vierde ronde van de Supermoto Benecup. We wachten tot de vlaggen neergaan van de KNV-officials die hier vandaag aanwezig zijn. Om alles wedstrijdtechnisch en tijdtechnisch in goede banen te leiden. Nou, dat is allemaal ook gelukt op een kleine hapering in een kabeltje na. Nee, ja. Wat is dat? We hadden gezegd 5 uur superfinale. Volgens mij is het ietsjes over 5. Dus we lopen er heel ietsjes uit. Maar dat geeft niet. Want nogmaals, we hebben aan het eind van de rit het beste bewaard tot het laatst. De superfinale. Let op. De vlaggen gaan naar beneden. We wachten op het aftellen. We wachten tot het rode licht gedoofd is. En dan. De eerste ronde, let op dames en heren, het zijn dus 3 klassen door elkaar. Dat geeft voor uw omroeper ook even wat nadenken wat ik zo aan het einde van de dag, maar ik ga proberen om mijn best te doen. Wat hebben we? We hebben de nationale, we hebben de euro's en we hebben de inters die we hier rond hebben. Elkaar staan, maar wel in een vaste kloof. Nationaal euro, ik zie dat we de 60 van de
15 minuten te gaan. 15 minuten per seconde hebben we nog een half minuut. De blijdschap schuilt ook van de deelnemers af. Die komen hier gewoon op het achterwiel door middel van een wheelie. Thomas is hier binnen over de start-finishlijn als laatste. Dames en heren, in eerste instantie dank u voor uw aandacht. Ik dank u vooral voor het opvolgen van de aanwijzingen van onze officials. Dat u in ieder geval veilig bent overgestoken. Ik heb in ieder geval niet gehoord dat er ongelukkig ernstige ongelukken of incidenten zijn gebeurd. Ik sta hier naast Harry Wolters. Harry, tevreden.